DNA. En wij hebben een filmpje gemaakt over hoe kinderen worden gediscrimineerd. Hé, hey, kaaskop. Wat doe je, kleine kaaskopje? Wat is dit? Melkkaan. 0684321 4. Hallo? U spreekt met de meldkamer discriminatiepunt. Waarmee kan ik u helpen? Zijn jullie open? Bent u gepest? We zijn nog 1 uurtje open. Oké, ik kom langs, ja? Mijn naam is Bathoorn. Hallo, goedemiddag. Bent u Bathoorn? Waarmee kan ik u helpen? Ik word steeds gepest door Yassin. Hij woont in mijn buurt. En ik vind het leuk dat hij mijn pest. Hij noemt het steeds kaaskop. Want ik eet veel kaas, maar ik vind het niet leuk dat iemand me kaaskop noemt. En hij discrimineert me in mijn kleurkleur en zo. Ik ga hem even weer bijhalen, ja? Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Is dit hem? Ja. Okay. Waarom heb je hem gediscrimineerd? Ja, ik ken hem helemaal niet. En ja. Hij is ook een mens, hè? Hij eet kaas. Dan hoef je hem niet per se kaaskop te noemen. Dus dat hoef je voortaan niet meer te zeggen. Ik laat jullie even nu alleen hier om het even uit te praten. Ik ga even een bakje koffie halen. Ik zie jullie straks. Snap je ook mijn foto toen je me ging discrimineren? Ja, begrijp het. Sorry, man. Kom, we gaan voetballen. Nou, bedankt voor het kijken. Onze oplossing was een meldpunt van discriminatie. Vond jullie onze oplossing heel mooi? Oké, tot volgende keer. Doei! Ik ben Alicia, ik zit op de Jonasschool en ik zit in groep 7. En je gaat zo meteen zien dat de meisje wordt gepest. En dan laten we zo meteen de oplossing zien en veel kijkplezier. Kom, laten we weer die stomme koe gaan pesten. Oké. Je bent een vies, lelijke, stomme koe. Wat is er, Ilse? Er kwam een berichtje op mijn telefoon. Zie? Wie heeft dit gestuurd? Ja, dat weet ik ook niet. Kom, we gaan er iets aan doen. Oké. We gaan een club oprichten. En die noemen we de SAP-club. Oké. Stop het pesten. Kijk, ik heb hier een anti-pestknop voor social media aangemaakt. Ja, slim, maar wat doet het dan? Nou, kijk, als je wordt gepest, dan kan je op die knop drukken. En dan heb je een lijst. En dan moet je invullen en dan word je geholpen. Oh, slim, maar nu maar alleen even afwachten of ze me nog een bericht sturen. Laten we weer dat stomme kind gaan pesten. Ja, oké, ik stuur even een bericht. Zo, jullie zijn aangehouden door de SHP-club. Stop het pesten. Weet jullie wel wat jullie met haar hebben gedaan? Ze was zo verdrietig. Jullie moeten jullie excuses aanbieden nu. Sorry. Sorry, het spijt ons. Sorry, Ilse. Laten we allemaal naar de film gaan. Oké, kom. Zo. Yo. Wij hebben knoop verzonnen om het pesten tegen social media te stoppen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Doei! Hoi, ik ben Kanu. Hoi, mijn naam is Kojo. Wij zijn uit groep 7 van de Johannesschool. En wij gaan vandaag hebben over pesten. Wat gewoon niet kan, daarom hebben we een film erover gemaakt. Ja, laten we beginnen. Hey, waar is mijn 50 euro? Die heb ik niet. Morgen naar school geven. Oké. Okay. Heb je mijn 50 euro nog steeds nee, niet? Nee, die heb ik niet. Ja, als wij hem willen vesten, mag het. Sorry dat ik het niet had gezegd. Je moest het gewoon zeggen dat je gepest werd. Ja, maar ik was bang dat hij mij dan weer zou slaan. Je hoeft niet bang te zijn, wij zijn het toch? Oké, bedankt. Laten we allemaal naar huis gaan. Hallo mensen, bedankt dat jullie hebben gekeken. We hebben heel veel genoten. En als iemand van jullie ook gepest wordt, dan moet je het ook naar diegene die jullie ook vertrouwt, moet je gewoon zeggen dat jullie gepest worden. Hopelijk hebben jullie wat van geleerd. Compliment naar iedereen die hier heeft meegedaan.
ook aan de mensen die alles hebben opgenomen. En bedankt dat jullie hebben gekeken. Doei! Doei. Hallo, ik ben Erwa. En ik ben Neda. Wij zijn van de Johan, met volgroep 7. En wij hebben een film gemaakt over racisme en en dat mensen zomaar iets zeggen voor erbij na te denken. Mama, heb je het op tv gezien? Nee. Gerwilde zegt meer of minder Marokkaan en ze schreeuwen minder. Willy, doe snel de tv aan. Minder Marokkanen in ons land. Minder. Het is echt niet oké meer hoor. Ik ga gelijk een brief schrijven. En ik laat hem meteen in weten dat hij eerst moet nadenken voordat hij zijn mening geeft. Geert Wilders. Ik ga niet op die stomme brieven van die stomme Marokkanen reageren. Daar gaat Geert Wilders. Laten we naar hem toe gaan. Het is niet oké wat jij doet. Je moet eerst nadenken voordat je je mening geeft. Ja. Ja, ik denk dat jullie gelijk hebben. Daarom bied ik mijn excuses aan. Aan iedereen. Dit was ons filmpje. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk hebben jullie ook wat van geleerd. Dat is, denk eerst na voordat je je mening geeft. En nog fijne dag. Doei. Doeg.